De gouden generatie is voorbij, maar ik heb liever diamanten. Dus nu is het tijd voor de nieuwe generatie, de diamanten generatie. We gaan het bespreken vandaag. De nieuwe selectie van de Rode Duivels met onze nieuwe coach. En ik moest iets roepen om Brian wakker te maken. Dus bij deze. Ah! Jingle. Ah! Jingle. Bed first. First and fast. Brian, fuck iedereen. <laughs> Ah, let's get it man, let's get it man, kom maar gaan praten over dus uh, Nationaal Ploeg heeft de selectie uitgebracht. Um, er zijn een aantal spelers die er niet meer bij zijn, er zijn een aantal spelers die er wel bij zijn. Ja. Ik denk uh, de spelers die er niet bij zijn is wereld die is uh, geblesseerd. Batshuayi is uit de selectie en Mignonet is gestopt als, um, ja, als, als, als keeper bij Nationaal Ploeg. Um, ik heb voor jullie de lijst voor mij staan. Uh, Belgische Bond, kunnen jullie gewoon alles gewoon per positie doen, alsjeblieft? Uh, <laughs> dus. <laughs> nee, <z> hij <laughs> heeft gelijk, man, want die affiche. Ja, dat is ook zo op. op uh, we gewoon na elkaar. Hey. Ja, dat is zo... Nee, dat is alfabetische Alphabets, volgorde. Nee, stop daarmee, man. Kijk, elk ander land toe gewoon. Uh, ja, man. Keepers, verdedigers, middenvelders, aanvals. Moet in Duitsland ook zo raar, zo. Middenvelders, aanvals. Ah, ja, bij maar we hebben het alles overgenomen. We het Duitse slogan. Wie maar... van dat? Ja, maar denk gewoon, ze willen maar, el ik, ze ik wil ik elk termijn. Uh, kort daarover. Ze willen elk termijn, denk ik, gewoon uh, demografie in België hitten. Ja, kort dat kort even over dat marketing geweest van de bond. Want ik heb echt niks tegen de bond, echt waar? Nee, echt, heel serieus, ik heb niks tegen de bond. Maar ik heb zoiets van. Dit is gewoon de campagne uh, Tous ensemble ja. ja. voor mij, dat blijft een van de beste campagnes. Zelfs niet om de speels, maar dat is. Dat is zo maar van. dat is logisch. Ja. Dat is van ons. Ik heb snap nu, dat. En, en sinds, sindsdien heb ik echt zoiets van. We zijn er altijd meer en meer zo, los van aan het concept. En ik ga niet zeggen Devil dat we... Time. Ja. Zans effect. Ik heb zo... In the name of Jesus... Weet je zo, voor <laughs> 2014 had je zo... De, de Belgische... De Rode Duifels boeiden niemand. Ik heb zo, het, het gevoel dat hij zo... Damn. Terug zo'n beetje naar Duitsland gaat. gaan of zo. Nee man, dat gaat niet gebeuren, want we hebben nu de diamante generatie. <laughs> maar wat betekent dat? we schaffen schaffen of uh, whatever? That was? Ik ben geen Dus we zijn samen of zo. is van Angela Merkel, Politiek. Dat ah, was toen... Uh, Jawel, als jij ja, ja, ja. zei. Nee, nee, ik weet het, maar. Zo ja. een pakje inspiratie met hen hebben Nee, dat was. Uh, welke vluchtelingen waren er gekomen? Syrië? Ja. Toen ze naar hier komen, kwamen. En dat. Als jij Murgle zei van. Ja, we moeten die uh, naar binnen brengen, et cetera. En andere landen moeilijk deden. En ze nee, we schaffen dat. Ze zijn welkom, we moeten hen helpen. Zou dat niet imperatief zijn voor de Nationale Bond om ze ook uit te leggen. wat dat betekent? Er staat he? een uitleg. Ik heb die link in de, in de groep gestuurd, maar niemand leest dat. Maar dat is heel de uitleg dat ze hadden ge, gegeven dat dat over. Dat is je eigen shoot, hè? Maar ja. ik ga eerlijk zijn. Ik heb dat niet gelezen in de groep omdat jij dat hebt gestuurd. Nee, dat is gewoon omdat je werd en het gezicht dat jij marketeer moest worden voor de Bond. Ah, is dat? Ja. Hey, coca als Consultancy, we zijn terug, man. Maar uh, wat is jullie eerste reactie wanneer jullie de selectie hebben gezien? Kan je dat I Ik weet het niet, man. Het ding is, uh, ik denk dat dit gewoon. Um, dit is voor mij een buisnationale selectie. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp het niet. Wat wij de laatste jaren hebben, was zo van. Au. We zijn spoiled, zo van Verwijld, uh, top ja. bij topspelers bij topclubs en zo. Dit voor mij makes more sense. want dit is de nationale ploeg van België. Ik snap dat en ik volg. Wat was jouw eerste reactie bij deze selectie? Uh, blij. Van, voor de vele namen waar, die ik verwachtte, maar ook wel teleurgesteld. Bepaalde namen die ik terug zie, bepaalde mensen die er toch niet zijn geselecteerd. Waar we het straks over hebben. Daar gaan we het straks over hebben, inderdaad. Freddy, eerste reactie? Tevreden. Verjonging. Dat is uh, wat we al lang verwachten, wat we al lang willen. <laughs> alleen met Martinez hebben we zo gedaan. Nee, eigenlijk zo. Niet wel, <laughs> <laughs> Ik Die nog steeds zo. Bij. Nee, jij gaat doen. We kunnen straks praten over Portugal. <laughs> huh? Nee, dat is een andere episode, man. Dan Kijk, moet een, je even op de bank gaan liggen. Mag een Portugal-podcast <laughs> <laughs> Dit. <Dude. laughs> Het is alleen Interland, dat is twee episodes per fase. <laughs> <laughs> Brian, laten we door de selectie gaan. Ja, uh, ik ga eerst naar de keepers. Uh, Koen Casteels. Dus, die staan ook niet naast elkaar of wat? Nee, nee, man. Ik zeg toch, broer, hey, dat is mijn man. hele ding. Bro. Dat is ook volgens, alfabetisch voor dat is Ik ga eerlijk zijn, ik ga eerlijk zijn naar, naar mensen zoals mij, maar ook naar mensen die zo, ik denk zo, weet je, lichte vormen van autisme hebben en zo van die dingen. <laughs> denk ik dat dit echt niet vriendelijk is. Nee, man. Nee, dat is echt moeilijk, man. Dat is serieus wat ik nu zeg. Want ik heb het al moeilijk en ik heb al een lichte. Ik heb ziel hebben zo die lichte, lichte, snap je? Maar ik denk, mensen die het echt hebben. Ja, Winston heeft die goede, man. ja er zijn daar sowieso mensen tussen die heel goed kunnen photoshoppen. Zoals de Tretch zijn niet gelijk. Snap je wat ik bedoel? Oh, wow. Oh, damn. Ja, is een goede man. Ja, maar ze boeken allemaal niet, dezelfde de shirt. Ready for marketeer, man. ik ga toen zoals eh Gardien. Castels. Koen. Courtois. Thibault. Kaminski, Thomas, ja, want we zeggen niet Thomas, Thomas. En uh, finalement zelfs Mats. Ja. Dat zijn de vier keepers. Kunnen we eens zo op zeggen? Denk het niet. Ik weet niet wat van keepers zijn, ook niet. Nee, maar moet dat vier? Uh, nee, maar dat is zo voor vibes. Ah, Oké. Okay. Maar dat is. Want ik vind dat belachelijk. Zo vier. Ja, ik vond het belachelijk vroeger dat ze zo op WK zo van, ah, wie wordt de derde keeper mm. en zo, Pak gewoon extra spitsen. Oh, is hij? Ja, als een de is een kleine kern. Je pakt dan. Ik denk van een de twintig spelers misschien. Vier keepers. Dat is Ja, ik vind, daar, want... ik vind vier veel. Want ook nee. jullie gaan niet op kamp of zo. het is direct voor twee wedstrijden. Ja, ja, het is, is kleinsreden ook. Gewoon. Is gewoon zo, mensen. Ja. Als je wedstrijden doet, twee ploegen, twee, twee tegen twee. Ah, ja, 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 ja. Je, iedereen heeft een keeper zo. Ja, dus. maar ik zou dan zo. Ja, ik snap dat. Dat is dan lief om die ook in de selectie te doen. Ja, ik snap dat. We gaan naar, naar uh, verdedigers. Uh, Bornaal Sebastian. Castagne, Timothy. Uh, nee. De Bast Zeno. Uh, Faas Wout. Wauw, dat is echt een heel fucked op naam. Uh, Munier, Thomas. Uh, en dan hebben wij even staan. Ja, dus, sorry, dat is en Vertongen niet en Theat Vertongen Jan en Theat Arthur. Ja. Dit is de eerste selectie in zes jaar dat Carrasco geen verdediger meer is. Proficiat Janik. <laughs> You're a free man. <laughs> Je bent eindelijk uh, terug een verdediger. Um, aanvaller. Aanvaller. Uh, aanvaller? Ja, middenvelder. Aanvaller, dat is voor de grote mensen. Hè. Maar um, wow. op zich heb ik niet direct een probleem met deze selectie. Ik denk dat we, Alleen we, we geen... alle speels moeten gaan en dan zeggen van wie missen we Ja, maar ik denk zo, omdat je nu de verdedigers hebt gezegd en ik, ik moet het... Anders gaat dat moeilijk zijn voor mij. Um, ik vind het spijtig dat er geen linksback tussen zit. Nee, maar zijn er ook linksbacks? Maxime de Kuiper is hij al klaar voor uh, een nationale selectie. Misschien kun je die laten proeven, Ik zou hem met de groep mee hebben gepakt. Ja, Laat die proeven, toch? Ja, maar je hebt wel vaak, uh, als, ze, als ze bij... De... Maar ik weet nu hij gaat spelen. Als ze bij Tubi zijn, heb je wel vaak dat die jongens soms meetraint. Dat hebben we ook wel gezien, denk ik. Ja, dat, dat is een scharpe Dus het kan zijn dat hij wordt opgeroepen. Want de selectie en van de U21... Dan... Ja. Het, het kan wel zijn dat dat gebeurt. Maar één linksback in België of zo? Dat is eigenlijk echt erg. Hè? Als ik echt direct moet denken, is hij de enige um, aan wie ik... Die gewoon in aan de, de eerste instantie kan voldoen, doen. Ja. De andere linksback is nu voor Congo aan het spelen. KMB Ja, Kayembe ah. is nu voor Congo. Is dat, is, dat, is dat echt zo eigen schuld? Wat? Als in, we hadden een linksback of zo? Of, maar, ik zeg niet dat hij zal starten, maar we hebben. Weet je, het, het ding is voor mij, dat is zo het ding dat wij, dat wij hier vaak zeggen is: zo van, bij de nationale ploeg, je moet niet overal toppers hebben. In bepaalde posities, maar wel mensen hebben die dat altijd doen. Ja, en, en Kayembe, Kayembe heeft altijd ofwel linksachter of links, links wingback gespeeld. Heel zijn carrière, altijd bij Charleroi, altijd stabiel ik heb nou zoiets van: ja, als je er toch een aan het zoeken bent, zit Kastanje niet daar, zit gewoon geen bij daar, snap toch? Je? Zie je, zien we dat in België nu een groot probleem. Uh, allez, zien we dat, de België, dat de België een groot probleem heeft nu dat, uh, dat er meer en meer jeugdspelers kiezen voor een ander land? Nee. Ik weet niet of dat zo vaak gebeurt. Zo. Nee, ik denk niet oh. dat er veel spelers voor een ander land kiezen. Ik denk niet dat we iemand hebben gemist. Ik denk uh... niet dat er veel zijn die of voor België of een ander land konden spelen en die, die, die het anders keus... hebben lijkt mij alsof die... Ja, maar wie? Over wie heb je het? Cayembe bijvoorbeeld... niet meer... Ka Ka Kaimbe bijvoorbeeld is Maar Kayembe heeft oefenwedstrijd gespeeld met België. Ja. ja, en hij is niet jong. Snap je wat ik bedoel? Oké. Okay, hij ja. is al 27, hij heeft gewacht. België kwam niet, dus hij heeft gezegd, oké, okay, ciao. Nou, uh, Balikusha. Congo. Ook al heeft hij ik weet, jeugdselecties ook gedaan met Congo, maar uiteindelijk... Ja, voor... maar Balikusha ja, zijn maar... nu... Zei de twee Balikusha's zeiden nu... Ze waren geselectioneerd voor uh, Congo... Er was een nieuwe bondscoach bij België, dus zij hebben gezegd: We gaan België afwachten om te zien of we erbij zitten. Ze zitten er niet bij. Ik denk dat dat voor hun meteen het signaal is: Oké, okay, dan gaat het bij deze coach ook niet gebeuren. Ja. En gaat het waarschijnlijk eigenlijk nooit gebeuren, okay. snapte? Dan zijn er heel veel van, je, van Marokkaanse afkomst, zoals Enel Canoes, uh, um, van Burnley, um, Zaruri. Zaruri. Um. Op de plekken waar zij spelen is er genoeg concurrentie um, waar ik denk dat zij. En natuurlijk, ze kiezen voor eer en al die dingen, maar zij gemakkelijker voor Marokko zullen spelen. Dus ik denk niet... Ja, maar het is ook gewoon wie staat er op dat moment gewoon voor u. En ik denk, ja. als je kijkt naar bijvoorbeeld nu de balikushas, oké, okay, dat is nu al langer en dit jaar zijn ze aan het doorbreken. Maar als mm -hmm. je kijkt twee jaar terug, ja, je ziet daar Hazard, Carrasco, Doku. Ja, realistisch gezien kom je daar de komende vier jaar niet binnen. En die jongens willen ook op jonge leeftijd doorbreken bij team. Ja. Mm -hmm. Dus hoe lang wil je gaan wachten? Niet iedereen gaat zo'n zo zahaal op zijn dertigste pas gaan switchen van Nationaal Ploeg. Sommigen gaan gewoon heel vroeg gaan kiezen. Dus. het is een beetje soms logisch, hè? Ik, ik denk niet dat, dat België, als België echt een speler wilt, dat ze die wel gaan halen. Gewoon puur omdat ja, het hele plaatje klopt wel. Ja. Maar ja, er gaan er gewoon altijd spelers zijn die daarbuiten vallen. Maar dat is niet meteen dat dat gemist is voor België. Wat denk jullie van de verdediging? Of de verdedigers die geselecteerd zijn? Het is gewoon logisch, man. Ja, alleen, ja, alleen, alleen, alleen je hebt jezelf geriept, want je kon je voor het toernooi jongens ervaring geven. Ja. Ik vind dat zo jammer dat iemand als Thea 0 nul minuut heeft gehad. Is hij linksvoetig? Ja. ja. Hij kan in principe depaneren. In principe kan hij links, links de... depaneren. Ja. Tim zegt er is een tekort van linksbacks. Ja, uh... Dus we hebben een tekort aan linksbacks. Mm -hmm. uh, is er een positie die zich zou kunnen lenen tot de optie ah ik speel eigenlijk een andere positie, maar ik zou even goed linksback kunnen spelen. En, en zou het dan inderdaad misschien slim zijn van die speler of spelers om te zeggen van, ah ja, daar is er een plek vrij waar ik absoluut basisspeler kan zijn bij de Rode Duivels en dat hij zichzelf een beetje daartot zou omvormen. Maar moet het dan binnen de, 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 binnen de kern zijn nu of is het echt van, ik ga mij omvormen tot een positie? Want ik zie in deze selectie niet direct iemand die op die positie Kastanje? kan gaan spelen. Nee, maar ik denk dat we allemaal een linkspoot willen. Ja. Voor de, mij is het sowieso... Ja, ik nee, denk ook... Nee, nee, kijk, nee, ik ga nee, 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 eerlijk zijn. Nee, ik nee, ga eerlijk zijn. Wacht, ik ga eerlijk zijn. heeft dat ook gedaan met Brugge. Je kan hem, in principe kan je hem omvormen tot linksback, maar dan... Back? Ja, maar luister even. Ja, ja, jawel, wel het kan, het kan. Maar je gaat zijn eigen progressie, denk ik, heel hard tegenhouden. In functie van Nationaal Ploeg, gaat het goed zijn. Maar wat hij dan veel kan bereiken, bijvoorbeeld op clubniveau, gaat minder zijn. Moeilijk, hij is een aanvallende speler. Ja, hè? dat weet ik. Maar ja, je hebt aanvallende backs, bro. Dat is ah, moeilijk man. Als dat kan met Kamavinga word je kunnen met de Keetelaar. Kamavinga is een verdedigende middenvelder. Maar de Ketelaar heeft daar al gestaan. Dus... nee, dat is niet de vraag. Nee, 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 Kamavinga is een verdedigende middenvelder. De ketelaar is een aanvallende Kijk, middenvelder. Kijk, in deze, kern is, andere, die, in is deze kern is de Ketelaar de enige die het zou kunnen. Alleen ik zeg ook persoonlijk van, voor zijn progressie doe dat beter niet. Nee, ik zou dat. Maar absoluut niet als de ene speeltje zit van, op, op rechts heb je er voor mij eentje, dat is Salem als salamakers ervoor gaat om een twee te worden, ja. kan die echt gewoon rechtsback worden. En bij Milan en bij de Rode Duivels. Ja. Maar op links. Maar het is altijd sowieso zo'n middenvelder. Op Als je links... iemand pakt van een andere positie, is altijd een middenvelder. Op links, ja, ik zou ook inderdaad een middenvelder. Dus de enige die dat profiel nu heeft in de kern is Lavia. Maar hij is niet linksvoetig. Maar Jawel, Lavia is linksvoetig. Is ook uh, goed? Lavia is linksvoetig. Ik is Lavia rechtsvoetig. rechtsvoetig. Leuke Bacchio dan? Lucke Bakke. Bakke is Je dat Lavia links was, man? Ja, ja. Is er een goede linksback in België, bro? Nee, zijn er spelers die middenvelders zijn. En die niet goed genoeg zijn op het middenveld. om in de nationale ploeg te zijn. Maar zouden die linksback worden. Ik kijk, te weinig. Zouden naar die naar dat de, wel. Pro man. Ja, ik weet niet, man. Ik heb nu niet direct een profiel. Vroeger had je misschien zo kunnen zeggen. Edo KMB. Rob Schoos. Huh? Ja, maar dat zijn. Dat ik zijn... ken die guys niet, bro. Dus ik ken nee, Rob Schoofs, Dat zijn voor mij allemaal. dat zijn controlerende middenvelders. Maar die. Maar tussen haakjes, kijk, tussen haakjes, nooit hebben moeten verdedigen. Ja. Dat is waarom ik niet hun als eerste zou denken. Ik, het, ik vind het moeilijk, man. Ik, ik, ik ken ook te weinig van de publiek om te zeggen dat er profielen zijn, maar ik denk dat je wel ergens een, een verdedende middenvelder gaat kunnen vinden en die gaat kunnen omscholen, ja. omdat het technische niveau dat ja. je nodig hebt op dat je hebt om middenveld te spelen, ga je, ga je Maar in de om het voorbeeld te geven, hè, want wij hebben nu geen idee van wie dat zou kunnen zijn bij België, maar dat is wat nu Deschamps in Frankrijk met Kamavinga wil doen. Ja. Hij heeft nu Kamavinga... Opgeroepen die een middenvelder is die bij Real Madrid op het middenveld speelt en af en toe op linksback speelt. Die eigenlijk. Maar hij heeft op het WK linksback gespeeld voor Frankrijk en de Sean heeft gezegd: Ik heb hem nu opgeroepen als linksback. Mm -hmm. Dus die coach ziet waarschijnlijk een langere carrière of een langer parcours voor hem op die plek bij Frankrijk dan op het middenveld waar er zoveel concurrentie is. En hij heeft alle kwaliteiten om linksback te worden. Nu is een beetje de vraag: gaat hij dat aanvaarden? Maar als hij dat aanvaardt, ja. Gaat er een betere linksback zijn dan Kamavinga als die leert verdedigen? Dat gaat moeilijk nee, zijn. Maar hij heeft, heeft, heeft een goede... Zeker in het moderne. Maar hij heeft voetbal. een goede basis, dat is het ding ook. Ja, als je, je kan niet, het is heel moeilijk om, om, van een, om van een positie te gaan switchen, maar hij heeft die basis al gewoon ja. om als linksback te gaan spelen. Dus hij is een van de weinigen eigenlijk dat ik denk van hij kan die stap gaan maken. Een ja. laatste voorstel is eigenlijk deed omdat hij dat bij Oostende ook heeft gedaan. Uh, soms is als linksback uh, uitkomen. Dat is dan daar in de jeugd was ook eigenlijk hetzelfde geval. Dat is ja. een beetje aan het switchen, switchen sorry, tussen En linksberg. hij is ook niet heel groot voor een centrale wereld. Dat is speel. ook gewoon ja. wat we lang hebben gedaan met, met Jan Vertongen op Linksberg te gaan ja. spelen. Ja. ja, absoluut. Dat is echt al heel lang wat we hebben gedaan. Dus dat is een beetje weer hetzelfde geval. Ik denk gewoon dat je van nature iemand wilt die een beetje aanvallend... Alors, ik denk niet dat Jan van Vans slecht was, maar het oogde niet 100% juist, zou ik zeggen. Ja, maar ik denk dat bij Jan het ding is... Jan, zijn, Jan was sterk centraal. Ja, centraal. Ja, maar hij was sterk centraal. En Theat is... is ook hij is een beetje kleiner en hij heeft wel een aanvallende impuls. Mm -hmm. Ik denk dat hij misschien beter zou kunnen zijn als linksback. Al weet ik niet wat zijn, zijn, echt zijn basistechniek is. Want ja. vandaag ja. de dag op die positie dat moet je gewoon ook. Ja, ik ging je zeggen, en zoals in het Frans, il est Lopier. Maar wat ik ook wil zeggen is: um, Lucas Bacchio is een linkspoot. En sowieso, als we, als we luisteren naar Tim's de Selling, heeft hij niet genoeg aanvallende kwaliteiten om te starten, sowieso. En, en bij de voorste drie. Dus zo ik hem zou ik opteren om hem als linksachter te zetten, want je wilt toch een back uh, vooral die opkomt. Hè? Ja, maar ik denk niet dat hij kan verdedigen. Maar het, het moet, want het, Ik zou, ik zou Luke Bakker zelfs niet als wingback Maar zetten. voor mij moet het een speler dan zijn... Dan ga ik je ook echt niet als back Ja, Maar zetten. voor mij moet het een speler zijn als je die omvormt bij National Plo, dat die ook die stap kan maken bij National Blue. Ja. Want voor mij heeft dat geen nut dat je Bakker Baku linksback gaat zetten als hij dan bij, zijn, bij links linksflank gaat zitten. Het ja. moet wat. iemand zijn die om die positie blijft. Ja, die, die zijn, ja. de rest van zijn carrière moet eigenlijk douten. Maar tellen, uh, Nee, uh, De Bruin bijvoorbeeld. Uh, hoe vaak heeft Mart uh, Martínez hem niet op de 7 gezet? Ja, maar dat is nog steeds. Kijk, 7 maar dat was zo het middenveld. 7 uh, en 8, als je kijkt naar 4,3 en je komt iets meer naar binnen, is dezelfde positie. Ja. Je start gewoon een beetje breder. Dus dat is elke twee keer hetzelfde. Misschien wat uh, voilà, op Twitter heel uh, populair was: uh, de selectie van Munier, Die uh, mm -hmm. dit jaar, denk ik, maar 5 wedstrijden heeft gespeeld voor uh, de eerste ploeg van Dortmund. Ja. En meer een deel uh, zit bij de tweede ploeg van Dortmund. Mm -hmm. um, ja, is dat niet weer een geval van.? En ik heb het ook vaak eens in mijn Engeland. Ja, dat, ja, ik ga niet zeggen favorietjes, want de, de coach is nieuw. Maar het is wel op te hebben kaders. Hij daar is, man. Ka er zijn veel kaders weg. Je moet wel nog steeds een minimum, denk ik, hebben aan, aan veteranen. Aan mensen die de kleedkamer kennen, die Tubi's kennen, die de werking kennen. Zeker omdat er een nieuwe coach is. Mm -hmm. Dus er, hij komt met zijn nieuwe staf. Dus er zijn nu heel veel nieuwe mensen aanwezig. Ook de coach heeft mensen nodig die er voor hem waren. En die hem mee helpen sturen naar, naar de toekomst toe, zeg ik, denk ik. Heb je niet genoeg in uh, de selectie? Nee, man. Je hebt Castells, je hebt Casteels Courtois, Carrasco, Castagne de Brune. Castagne Lu is niet zoals de rest. Hè? Castagne, okay. is kader, Cast Castagne is geen kader, hè? Castagne is geen kader, hè? Waar bedoel je met kader? Iemand die er al echt Tansien. lang is, meerdere toernooien okay. heeft gedaan. Lukaku. Die... Ja. Uh, praat eigenlijk in principe ook. Want nee. nee, nee, nee. nee, nee. Hij is niet altijd in de selectie. Hij heeft één, hij heeft één toernooi gemist, hè? Praat. Jij heeft één toernooi gemist. Bro, die laatste toernooi broer. heeft hij eentje gemist? Hè? Ja, van de twee die hij kon doen. Van de drie, hè? Welke drie? EK, broer. Ah, spetie, joh. Maar hij was ze erbij. Ja, maar. Bij ja, oké, okay, ik snap wat je dan bedoelt, dan? maar het is geen kader. Praat je... is geen kader. Oké, okay, maar je hebt nog steeds... Je twijfelt over praat zijn selectie. Nee, nee, twijfel niet, maar. Nee, 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 als in... Als je de, als je de selectie moet ja, maken... Ja, nu. Als je de selectie moet maken, ben je niet zeker of je hem pakt of niet. Nee, zeker. Dan ben je geen kader. Ja, oké, maar ja. snap wat ik bedoel? Maar dan zijn er daar gewoon bij, omdat je... Ja, bedoel, Kasteel is erbij, maar omdat we weten van Courtois ga één zijn. Ja, maar dat is voor je mij niet... moet ook andere keeper Ik snap zijn wat je zegt, hè? maar ik, ik denk bijvoorbeeld met Munier is waar... Dit is weer een gemiste kans om, om iemand veelbelovend mee te gaan nemen. Wie dan? Zieken? Ik... Oh, nee, man. Nee, dat, dat is niet mijn... Kijk, het kan, het, het kan een middenvelder zijn dat jij kan meenemen. Het kan een aanvaller zijn dat je kan meenemen. Je neemt Munier mee, oké. Okay. Maar in mijn... Hoe dat ik het zie heb je al voldoende ervaren spelers in die selectie om te zeggen van kijk... En het hoeft niet altijd, waar Spanje je dan bijvoorbeeld op het, EK, op het EK, Nations League en WK... Alleen maar nieuwe spelers gebracht. Ja, het hoeft maar, niet altijd van... Ja, uh, maar we hebben niet die wereld. Want je moet een nieuwe... Ja, maar je wilt... Ja, oké, okay, maar, maar speelt niet. Spanje brengt allemaal nieuwe spelers, maar... <laughs> huh? Spelers, snap je? Snap je? Snap je? Dat, dat is, maar Je zegt één keer petit, hij kijkt naar dat en zegt sorry. <laughs> snap je? Maar ook, ik ben niet boos dat Muneer erbij is. Maar kijk, dan dan van heeft hij, hij dus koning gezegd van, kijk, ik, ik respecteer gewoon van, hij speelt niet. En hij beslist zelf om mee te doen met, of hij vraagt aan zijn trainer om mee te doen met de B-ploeg. Mm -hmm. En dat hij daarom iets, iets heeft van, ah, daar respecteer ik voor. Of daar respecteer ik. En dat is een echte prof. Mm -hmm. En ik vind dat hij daarom zijn selectie verdient. Hij, on hij onderhoudt uiteindelijk zijn fitness. Nee, problemen? want we zitten allemaal niet tegen de naaier. Vooral En ja. Die speelde ook niet. Vooral gij. Maar ik zeg toch niet wat ik zeg. Ik zeg wat dat de coach zegt. Ja, maar, maar nee, maar jij zegt, maar jij zegt, Nee, maar jij zegt, je respecteert het wel dat, dat Munier erbij is. Ja, maar dan, dan, dan moeten we allemaal zo zeggen tegen de naaier. Nee, ik moet niks. Maar, nee, nee, je moet niet. Maar je <laughs> snapt, ik bedoel, dat is, het, ja, dat, ja. Dat is in dezelfde situatie. Maar mijn ding is gewoon van, kijk, bij Nationaal ploeg maakt niet uit waar het is. Gaan we selecteren op basis van naam of gaan we selecteren op basis van merit? Heb je het verdiend, ja of nee? Dit moment heeft Munier ondanks zijn kwaliteiten, dat, dat we weten dat hij heeft heeft hij dat niet verdiend, want hij heeft niet voldoende gespeeld. Want dan kunnen we over elke speel een discussie gaan hebben, en dan, vind ik, en dan, dan moeten we gewoon eerlijk zijn op voorhand. Gaan we kiezen voor kwaliteit, of gaan we kiezen voor wat ze hebben gepresteerd de laatste maanden, of is het één Maar Merit is voor mij, zeker in de Nationale Ploeg, niet enkel wat je de laatste maanden hebt gedaan. Want er zijn spelers die soms, spelers die al langer in de Nationale Ploeg zitten, die soms in een dipje zitten in een club, of die niet meer spelen, maar die wel nog steeds terugkomen naar de Nationale Ploeg, nog steeds belangrijk zijn, nog steeds goed spelen. Um, Moest Maar dan starten op het WG? Wat? Moest Hazard dan starten? Moest Hazard starten? Nee. Uh, niet per se voor mij. voor welke Hazard goed? Huh? Maar waarom niet? Eden. Eden. Als Hazard is mij altijd Eden. Oh. Omdat hij slecht speelde? Ah maar Ja, maar Meunier speelt niet. Nee, maar met België speelde hij ook slecht. Ja, okay, hij maar. mag de eerste match starten, maar ze dan maar slecht is... Maar dat is dat haal, voor mij is hetzelfde, bro. Hazard. Maar ik heb, ik heb geen andere alternatief. Ik heb geen andere rechtsback waarvan ik nu kan zeggen hij hij beter ja, dan Munier en verdient het. het hoeft de, niet per se, bij Hazard heb je het grotsaal. Ja, maar het, hoeft niet, se, het hoeft niet per se nog, nog een, nog een rechtsback erbij te gaan. Ja, maar wie, maar wie gaat hij dan daar? Je zitten? hebt al Castanje de bro. Ja, als, we gaan als als is, nee, maar Je, moet, hij hij is. je, moet, je, moet, je moet een dubbeleur hebben. Maar het ding is ook: kijk, waarom ik, waarom ik de, de keuze niet ga knocken of zo, is omdat ik ook geen idee heb welk systeem hij gaat spelen. En misschien gaat hij een systeem spelen waar dat gewoon perfect is voor Munier. En als Munier nu speelt en ja. De eerste match en hij is gewoon goed, ja, dan is dat een goede keuze, snap je? Het is wel kind voor iemand die, met die drie man speelt. ik denk ook, hoe dat ik ook ah, ik zie God, hoe hij dat heeft geselecteerd. Niet, man. Nee, nee, maar als je als ziet, ziet hoe hij heeft geselecteerd, Wee, denk yo. ik dat. Wee, weinig weinig je drie heb man gaan. je dat niet gezien waar bij licht is gebeurd? Ze zijn naar 4 3 geschakeld met een zes punt naar achter, zoals ik al drie jaar zeg. En wat doen ze nu? Winnen. Dat is niet, voetbal is niet moeilijk, hè? Je dat altijd met die, met die Pigeon opstellingen met 6, 3, 2. Broer, ja, ah, 4-3-3? niet. Hè? nu ben je aan het reageren op, op, op maar Ik heb snel snel Martinez PTSD je man. Ik, spant, heb snout, snout. ik heb drie gekeken. gehoord die ik, kiest. Ik. Bon, bon. ik heb snel gekeken naar U21. En de twee rechtsbacks die daar zijn zijn Siqué en Sardella. De enige twee die ja, op ja, die positie ook is. Ja, maar kijken, zijn er guys boven 21 jaar of boven 23 jaar die. Ja, ik vrees dat we kunnen maken op die. Ik weet het niet, hè? Bek moeilijk, Berge. man. Fouquet speelt bij Rans. Maar hij is geen linksbot, hè? Wat? Nee, ja, rechts. rechts, rechts. rechts, 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 rechts. Want Sique speelt nu bij Circle. Maar hij is nu in januari toegekomen. Hm. Daarvoor speelde hij ook niet. En nu speelt hij bij Circle. Snap je? Hm. Maar. Amna, mij dat heb, man. Ja, ik weet niet. Ah, ja, ja, voor mij, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik, ik vind van als we dan een nieuwe breng brengen, hem dan volledig. En okay. doe, doe het gewoon ook puur van: maak een nieuwe cultuur. Als je goed presteert, dan ben je daarbij. Als je niet goed presteert, jammer. Alleen. En als als je, je niet speelt, zeker, jammer. Als we aan jouw ding willen gaan volgen, dan laat je eh, volledig voor jongen zijn spreken. Dan ga je die mannen, zoals ik aan hun lot overlaten. Stemt ik zeg ik niet doe? volledig voor jongen, hè, bro. Wat bedoel je, met aan hun lot overlaten? Ik als, ik in, dan... als in Internationaal voetbal is het nog steeds anders. En die hebben nog niet. Die ervaring, waarom zeggen we bijvoorbeeld van ja, um, die, die ervaring hebben ze niet. Ik, hij heeft die ervaring ook niet. Dat is in U21, is een groot verschil. dan te zeggen ja, ik zit u op de rechtsachter en. Ja, maar dat is. Dat is, dat is je wat kunt wat ik proberen. Zeg, hè, maar... je, hebt, je hebt nog steeds kastanje daar. Mijn ding is gewoon van, als je munier pakt, dan, ge, dan laat je weer de deur open voor het gevallen als de naaier. Die niet spelen, maar je pakt ze erbij, want ja, ze hebben ooit iets voor mij bewezen. Dat is gewoon mijn hele punt. Als je zegt van we creëren een nieuwe cultuur en dat is wat we willen bouwen, dan moet dat vanaf dag één duidelijk zijn. Voor mij bijvoorbeeld nu bij Portugal is Ronaldo geselecteerd, maar eigenlijk mag hij daar niet bij zijn. Eigenlijk niet. Ik snap dat, maar ik vind als je kijkt naar de selectie van België nu, er is gewoon verjongd. Dat er dan nog één guy tussen zit of twee guys waarvan we denken. Ja, misschien hoefde dat niet vind ik niet zo erg want uiteindelijk is er eindelijk wel verjonging. Maar het 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 week demotiveert naar andere spelers die een selectie verdienen en dan kijken van ah maar hoezo komt hij er wel in. Dat is mijn hele ding. Hoor. Dat snap ik, maar als we heel eerlijk zijn, er zijn eigenlijk maar twee guys als het gaat over die de selectie verdienen en die er niet bij zitten. Er Zijn namen. maar twee guys, geen guys. Ja. Brian Heine en Mike Tresor. nog meer Mike Trezor dan Brian Heine voor mij. Meer Heine dan Trezor. Ik ga je zeggen waarom niet. En dat is waarom ik Praat niet zou geselecteerd hebben, bijvoorbeeld. Ik heb dat ooit al eens uitgelegd. Als in, voor mij heb je starting 11, ja. Je hebt je twee, drie vaste wisselspelers. Mm -hmm. Maar al de rest moeten voor mij profielen zijn die iets kunnen brengen in een dat niet in je 11 zit. Ja. Snap je? Praat heeft dat niet voor mij in je hele kern. Maar een heine heeft dat voor mij ook minder dan wat een Tresor zou kunnen bijbrengen in die kern op dit moment. Al zien. Als Trezor hij gaat niet starten, maar hij zit op jouw bank, hij kan veel meer oplossingen bieden tijdens een wedstrijd dan een Brian Heine. Maar een Heine moet je zetten op zijn positie, op de plek van spelers die er bij ons waarschijnlijk maar... niet echt uitgaan. En daarom zou ik persoonlijk Trezor kiezen over Heine. Ik ga niet. Maar ze verdienen het misschien evenveel. Ik ga niet per se akkoord, want wat je met Trezor zit, is inderdaad een, een, een bepaalde flits. Maar ik denk dat er in die selectie is, en dan ga ik direct naar Carrasco. Hij is ook een speler die die fiets heeft en die een, een oplossing kan aanbieden. Wat je wel hebt met is bijvoorbeeld, wel is in spelpatronen biedt hij voor mij net iets meer toe. Dan, uh, of voegt hij iets, net iets meer toe aan die selectie maar dan aan Mike Nee, maar Mike zorg weet je een beetje wat je krijgt. Lichtvoet, dicht in je spel. Maar, ja, maar hij we al jarenlang. Maar Heine gaat ja. nooit voor iemand invallen. Nee, nee maar Snap wat dan? je wel hebt bijvoorbeeld met Heine is: van kijk, we willen de laatste 10 minuten doorpushen, we willen een infiltrerende in middenvelder. Dat heeft hij wel. Ja. Heeft hij boven, denk, boven de meeste middenvallers heeft hij dat denk ik het meeste. Ja, misschien wel. Ah, nee, dat hebben we toch Van Aken voor. Ja, maar hij is er niet bij. Ja. En Van, en van Aken, mijnzelfde probleem is ook van... Wat, je, wat, je, wat ik heb gezien bij, bij Brugge de laatste jaren, is van, je bent zo te anoniem in wedstrijden. En dat heb ik niet met Brian Heijnen. Ik, ik vind dat hij aanwezig is bij wedstrijden. Bij hij eindt deze. het op of zo. En ik vind ook gewoon, hoe hij infiltreert als Van Aken, is nog net een klein beetje beter. En oké, okay, nu zijn dat wel kleine, dat kleine details, ja. maar... Ik, ik vind dat Heine veel meer oplossingen brengt op een middenveld dan als je daar bijvoorbeeld in Trezor gaat zitten. Want je weet al van, als je een flits wil hebben, oftewel Doku of Carrasco op die linkse flank. En daarvoor hadden we Hazard. Dus daar weet je al een beetje van, oké, okay, je weet wat, wat je van de rest hebt. Heine en Tresor zijn er niet bij. Is dat een slecht signaal naar spelers uh, in de Belgische competitie? Ja, absoluut. Absoluut. En, en dat is iets, normaal gezien zou ik zeggen, ik fuck daar niet mee. Hè. Maar ik ben zo blij dat zowel de coach van Genk, het bestuur van Genk. Ik zou in de pers gewoon zijn komen zeggen: ik hey, kijk, wij fokken daar niet mee. Mm -hmm. Jullie demotiveren onze spelers, jullie demotiveren elke eigenlijk heel de competitie. Want ja, ook zo op Twitter, mensen zo een debat gaan met mij hierover. Ik heb zoiets van: Hey, kijk, dat is heel simpel. Een, een, een Brian hennen is, laten we zeggen, in de vorm van zijn leven. Om het zo te zeggen. Want voor mij is het een beetje hetzelfde geval als Van Aken. Van Aken was ook in de vorm van zijn leven een de nee. selectie. Ja. Snap je? Ik heb ook met, met Heinen. Laat hem dat doen, laat hem gewoon die ervaring op hebben. Want, want nu is dat zo van: je kiest praat enkel omdat hij invalt bij een Leicester City of dat hij soms dan een, of twee basis, een of twee keer in de basis start. Ja. Ik heb zoiets van: ja, bro, je moet wel kiezen voor iemand dat constant wel de ja, bezig is. Ook al is het, je zegt het maar in België, mm -hmm. maar ze staan daar, hij is zwaar aan het opvallen. Accepte. Hetzelfde voor een trésor. Ik heb zoiets van: hij staat op nummer twee assist over heel Europa. Ten eerste. Maar zijn tweede, hij speelt wedstrijden, hij is fucking hard gegroeid. Snapte? Geeft hem gewoon zelfs die kans om gewoon daarbij te zijn. We gewoon in die selectie, hè? Ja, en zelfs. Echt eerlijk, hè, Doku, ik ga niet zeggen. Dat is zelfs niet dat shit, maar die gast is geblesseerd. Waar had je hem hier dan oproepen? Laat hem rustig. Zelfs de coach van geen heeft hij gezegd van ik snap niet waarom Doku geselecteerd is. Snap je? Dus ik heb zoiets van. Ik weet niet man. Maar is het dan misschien dat. En dan verliep wat zeg, maar is het dan niet dat de Disco misschien gewoon. Het kan zijn hè, dat hij te weinig heeft, tijd heeft gehad om echt. Intensief te gaan scouten, hè, omdat je heel veel dingen gaat moeten regelen met de Nationaal Ploeg. En daar eigenlijk. Ja. Misschien, mijn gevoel is, en dat kun je dat ik juist ben, hè? Het is gewoon een wilde gok. Dit zijn overblijfselen van de lijst van Martinez voor de volgende selectie. Ik ga daarop antwoorden en dan laat ik u even verder, want ik weet dat je een punt had. Um, ik snap dat, maar dan, als je te weinig tijd hebt, zou je waarschijnlijk gaan scouten op data en statistieken. Mm -hmm. En dan moet er bij zijn. Ja. Maar misschien... Dus ik weet niet of dat daar is. Misschien de reden is een afweging is, van wie speelt waar, wie heb ik het meestal gezien. Ik, ja. ik kan geloven dat je in de afgelopen vier jaar meer hebt gezien van praten dan mijn trezor. Maar, ja, toen, dat snap toen, ik. Toen maar dat... ik vind ook dat er trezor erbij dat moet. Dat snap ik. Ik las in de laatste <laughs> keer. Maar toen Tedisco. Ik ga hem leren het woord pakken. <laughs> Echt, nee, toen Tedisco is, ja. ja. te ja. is aangenomen geweest. Uh, en, uh, ja Toen Tedisco is aangenomen geweest. Dat was de hele persconferentie van ja. Uh, het, al, uh, het al speels van de U19 opgenoemd, U21, ja. bla bla. Dan heb ik zoiets van. Oh, je ja, weet alles al. Dat is PR. <laughs> no, maar, eh, wel, maar dan heb ik zoiets van, ja, maar als jullie dat zeggen, laat het toch gewoon zien. Ja. En dat is waar ik zei in het begin van, dat is een beetje mijn teleurstelling in, mm. in de selectie. Want Jeremy, ik, ik hou van hem, maar ik heb zoiets van, laat hem zijn ja, seizoen zijn blijf blijf zijn bij de club, zijn club zijn doen. Snap je? Mm. Laat hem zijn, ik zijn seizoen bij de club doen, geef hem even geen drukje selectie. Want ik weet, die, gaat, die gaan hem sowieso laten spelen. Ja, dus. en hij heeft ook niks te bewijzen. Ja. Hij hoort, hij hoort, hij hoort er sowieso hè ah. op, ja. ja, op die visies heb je zoiets van: Kijk, ik weet zo, Zet een Trezor, Brian Hannon. Zelfs, ik niet denk, zelfs een bakkajokko, mocht je er gewoon voor één keer eens bij. Hij zit wel bij de u 1 Muziek. Ja, ja, tuurlijk. Maar dat ja, is wel hij was dus beter Dat een zoon... voor ja. hem, denk ik wel. Dat zij bij de 21 zit. Freddy Muziek. Freddie White zeggen. Hij is het vergeten, zijn dus. Nee. Toch? Nee, nee, nee. Nee, hij zei dat hij te beleefd was om te onderbreken. Ah, oké, ik had het verkeerd gezien, sorry. Nee, dus, we zeggen van ja, is het een slecht signaal voor de spelers uit de Belgische competitie? Maar was Martinez in het begin in principe ook een coach die mensen ging halen uit de Belgische competitie? Ja, jawel. Heeft dat gedaan? Toch een paar keer op termijn? Keer. Met scharen enzovoort. Maar nee. Heeft hij vanaf zijn eerste selectie gezegd... Ik denk ook ik met de, 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 met, uh, met de spiels de... die hij thuis heeft gelaten en zo. Hij heeft toch die, die lange lijst. Hij heeft. Heine is een keer, uh, net, was net buiten de, de 25 of 24. Ik, weet, je je in, je bukt, ik weet ook niet meer of dat hij vanaf zijn eerste selectie dat deed, maar ik weet wel dat hij zo meteen ook met die PR was gekomen van dat hij daar een punt van ging maken, dat het niet uitmaakte. Hij heeft het toch gedaan? Waar gespeel, maar ik denk dat inderdaad wel een aantal spelers, spelers he, toch van de ellengste competitie heeft. Hij uh... heeft toch die kamp gedaan van 150 kaps, mm -hmm. dus jullie mogen meekomen van Zijgert en uh, Cyberbeheiden ja, enzovoort? En heeft het wel het gedaan, klopt, klopt. De Bast? Maar dit is de eerste selectie, dus waarom leggen we nu al die druk op dit is? Omdat, omdat er een bepaalde vernieuwing is. Nee, nee maar kijk, toen Martinez kwam in 2016, er was geen discussie. We pakten die guys die hard zijn in het buitenland. Nu, dit jaar, eerste jaar op het begin van de campagne. We weten wat is gebeurd tijdens het WK. Heine en Tresor zijn dit jaar gewoon voor mij undeniably goed bezig. Dat zij er zeker bij moeten gaan zijn. Die situatie toen was anders. Want toen, ja, bedoel, wie ga je eruit laten, bro? Zelfs, zelfs Raja toen op, die, op dat moment was ook een harde middenvelder. Mm. En dan haalde die selectie niet. Dus dan begrijp ik van, oké, okay, dan ga je af en toe speels missen. Maar nu is het van, oké, okay, het is een nieuwe selectie, we hebben nieuwe spelers nodig, we hebben nieuw bloed nodig. Waarom is een, een, een er niet bij? Oh, als je nu kijkt, is er niet bij. Maar, is er geblesseerd? O, dat Weet ik niet of dat hij is. Hè? Ik weet dat ook niet. Ik vond dat wel hard waar hij zei over Batshuayi, man. Wat zei Dat hij zei van, uh, al was Batshuayi fit, ik ging hem niet selecteren, bro. Dat was hard, man. En heeft hij daar ook een reden voor gegeven? Of gewoon... Uh, ik heb niet veel gezocht. Nee, die hebben, <laughs> hij heeft, heeft enkel gezegd dat die hebben gebeld. Oké. Okay. Dus hij heeft hem wel uitgelegd van... Ja... Uh, Oké. Okay. Vinden jullie tillemans zo'n harde, uh, harde middelvelder? Ja. Ja, jawel. Tielemans moet gewoon de juiste coach tegenkomen dan is het klaar, ja. en is klaar. Dat is discussie. Ja, Tielemans geblesseerd tot midden, midden, midden april. Oké, okay, dan, dan is dat wel logisch. Ja. Um, ik ga even naar de aanvallers, want daar zijn we nog niet geweest. Um, ja, middenveld heb ik eens... hebben we ook niet gedaan. Hè? Nee. Ik zal even naar middenveld kort doen. Uh, ja. Onana is erbij. Ja. Uh, praat. Ja. Pita. Uh, Mangala is erbij. Ja. Lavia. Ja. Uh, de Bruine ketelaren... En dan uh, is het. Ik heb daar een take over. Over? Het middenveld van de Rode Duivels. Oké. Okay. Ik geloof dat het toekomstige middenveld mm -hmm. beter zal werken dan het oude middenveld. En dan heb ik het ook echt over het voetbal dat ze gaan brengen, prestatiegewijs. Omdat er vroeger meer talentvolle spelers waren. Je je moest, veel meer. Moest proppen. Veel meer. Gaat Raja, gaat Moussa, gaat Witzel, de Bruine, gaat Velaini. Um, dus je moest. Eerst al gaan kiezen wie gaat er spelen, hoe gaan we spelen. Uh, maar er is nooit een systeem gekozen en dan gewoon gezegd wie in het systeem past, speelt. Het is mm -hmm. altijd geweest we moeten iedereen erin passen. Waardoor dat we nooit het volledige potentieel uit dat middenveld hebben gehaald. Nu, de profielen die je, je hebt, als je met ja. drie op een middenveld gaat spelen. Lavia Onana. Lavia Onana De Bruine. Ja. Profielgewijs, dat is perfect. Ja. Als je als van nul zou moeten beginnen en je tekent iets uit, mm -hmm. je komt op drie, die drie terecht. Mm -hmm. En je hebt profielen die hun kunnen vervangen, die weer iets anders brengen. Die weer iets anders brengen, maar die ook een van die, die taken gewoon kunnen overnemen. Dus echt als het gaat over het voetballend aspect, geloof ik dat wij mogelijk met een top middenveld zitten voor de komende jaren. En echt top als in. Ik geloof Onana kan wereldtop geraken. Lavia kan wereldtop geraken, puur op hun kwaliteit. Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren. Mm -hmm. uh, de bruine is al wereldtop. En ik geloof echt dat dit middenveld het misschien beter kan doen of zal doen dan het vorige middenveld. Dus dan moet het dan met dit middenveld een, een half finale hebben. We halen. gaan TK winnen jong, generatie jammer. Ascerik. Uh, en dan gaan we naar de aanvallers. Er is niemand iets te zeggen over het middenveld? Uh. 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 Lukaku, dat was heel makkelijk. Uh, Jeremy Doku, Carrasco. Uh, we hebben Lukibakio erbij. We hebben Openda. En ik denk dus, ja, ik zal zeggen Salamakers erbij en Trossard. Ja, ik ben blij. Niks op te zeggen. Ja, ik, ik vind deze selectie, ik heb echt geen probleem met deze selectie. Uh, là, buiten dan Trezor en, en, en Heine. Maar mm -hmm. ik denk dat, dat, ja, zoals ik zei aan het begin, het is een logische selectie. Ik denk um, dat het feit dat er minder supersterren zijn of minder sterren zijn, nu in het team een blessing is voor België. Ja. Dit team gaat meer een team zijn, um, gaat meer op, zijn, op de kwaliteiten van de spelers worden uitgespeeld. Als in het gaat veel logischer in elkaar zitten, want België heeft van Wilmots tot uh, yes. Roberto um, ervoor gekozen om systemen te gaan bedenken waar alle goede spelers op het veld kunnen staan. Uh, maar we hebben geen coach gehad die vanuit zijn eigen systeem is vertrokken en heeft gezegd, en nu pas ik de juiste spelers erin. Nu heb je minder spelers die je verplichten om in de elf te staan. Dus kun je ervan uitgaan van dit is hoe ik wil spelen en dit is wie er in mijn systeem past, omdat je minder ego's hebt, minder supersterren, maar je hebt wel nog genoeg kwaliteit in de oudere garde, in de Lukaku's, de Bruines, de Courtois. Je hebt een Spine, dat is mm -hmm. superbelangrijk. Je hebt een Vertongen die er nog is, die na 2K supergoed speelt. Maar je hebt een de Bast die een hoog plafond heeft, wat fases goed bezig. En je hebt genoeg spelers die zo, ze zijn goede spelers, maar ze gaan heel goede roleplayers zijn. en Ze gaan hun taak uitvoeren en ze gaan, ze gaan de, de structuur volgen. En ik geloof dat dat beter gaat zijn voor dit België dan wanneer we de gouden generatie hadden. Maar Generation Diamant, ik heb er een patent op. Ik denk ergens op dit moment, nu nog, hè? ik zeg niet over twee, drie jaar, maar ik denk dat ik kloof nu tussen Golden en Diamant dat die iets te groot is nog. Nee, ik wel. Golden heeft niks gewonnen? Nee, maar je hebt wel al een, je hebt een derde plaats. Je hebt, je hebt niks gewonnen? Maar wat ik ook wil zeggen, als bijvoorbeeld, uh, we hadden het net over Marcus. dat middenveld. <laughs> ja, maar <Marcus> het is nu een paar Nee, we hadden het net over dat middenveld. Als in, ik heb zo het gevoel dat, dat de Bruinen snel zijn koe gaan verliezen. Omdat het niet gaat lopen zoals zij wil. snap ik Het gaat net, yes, wel, wel, net, net. Hij is nu de, de main guy. Hij is nu de main guy. guy hij beslist nu alles. Dat is wat ik bedoel. Hij beslist nu alles I en mean. heeft twee guys die het talent hebben om hem te voetballen. Lavia kan gewoon met hem ballen. Onana kan met hem ballen. Maar hij beslist nu alles. Terwijl met de andere middenvelden was het zo van, ik wil dat het zo is, maar Hazard wil nog de bal links en Witzel vertraagt het spel en Moussa wil indribbelen, bijvoorbeeld. Dat is waar de frustratie was. Al die jongens die hun eigen spelletje spelen in hun club, daar altijd de main guy zijn en nu in een ploeg komen waar... Dus, dat is hetzelfde wat ik altijd met Lukaku zeg, toch? Je moet voor Lukaku spelen in een ploeg, als hij in de spits staat. Broer, in deze ploeg niemand ging zeggen van, oké, okay, we spelen allemaal voor hem. Want Hazard zegt, ik ben beter. De Bruyne zegt, ik ben beter. Maar nu, maar nu hij heeft hij de sleutel. Dat gaat perfect zijn. Hij heeft een loper met Onana. Hij heeft, heeft een zes die kan voetballen okay. met Lavia. Hij heeft Lukaku voor hem, voor die voorzitter. Geef hem twee flanken, broer. Broer De Bruyne, beste speler op het TK. We winnen het TK. Diamant generatie. Dus uit de selectie. Als hij terugkomt, is hij zijn plaats kwijt. Hij heeft ja. geen plaats. Hij is nooit basisspeler geweest. Nee, maar hij is wel de guy waarvan iedereen zei Hey, maar waarom, waarom zeg je altijd ik, Nee, maar dat is zo. Iedereen zei het hier ook in de studio. Als in, er wordt verwacht van Tielemans dat hij die plaats gaat innemen van bijvoorbeeld een witzel. Waar of niet meer? Nee, niet dat Voor ja. zich Brian. Nee, ja. ik dacht dat mensen hebben daar gezegd. Maar als dacht, het alleen Brian is? Nee, maar maakt niet uit. Potentieel gezien zou hij dat moeten zijn. Maar ze gaan nooit van hem een zes maken. Dus dat zal afnemen. Hij hoort ook niet, denk ik. Ja. En de tijd, broer, Lavia is daar. Romeo. Oh meel. Maar zijn we nu te, niet een beetje te veel ge gehyped, zeg maar? Door wie? Dat dus is gehyped? niet gehyped. broer. Laat maar je we, weet je, het ding is ook die voor, mij? Is voor mij. een Voor mij is dat heel belangrijk. En, en dan kijk ik nee, ook je ook gewoon in Egypt om dit uur af. Ah, ja, is... Mensen moeten dit weten. Het is nu 2 uur 36 oh, het is, ja. Ja. Wij nemen deze shit. Op om 2 uur 36 voor ja, juli. broer, juli. Oh, hey broer ik ga morgen naar school niet ga je halen vriend. Wil gewoon zingen. Is? Eh? Ja, je ja, kan sowieso niet gaan broer. Ga, ik ga niet ja, ga zeggen, ga, hoe, zij, hoe jij bezig bent, ga naar school sowieso niet luister, halen. Nee luister, <laughs> nee luister broer. Dat is allemaal college We hadden hetzelfde diploma hebben. Soms, nee, ik, ik ga niet kijken. Ik ga niet over jou Maar Soms ben ik er om 2 uur, ik ga nog steeds naar school om 9 uur of 8 uur. zo, ik sta me moeite op. Hij slaapt toch wel 6 uur in klas. Ik heb het gewoon over jouw resultaten man. Heb je examens gedaan? Wow, het gaat over okay. de rode voilà. so, Wat ik wou zeggen is eigenlijk. Uh, wat ik goed vind aan dit elftal is zo. Stel, want voor mij idealiter speelt je met deze mensen een 4 3 punt naar rechter heel simpel. Wat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Maar ga als, je dat doet, als je dat doet, heb je eigenlijk in elke linie ervaring. En dat is zo. Wat je ziet je bij, elke, bij elke. Ja, bij de nationale ploegen, hè? bij elk oh, iets heeft gewonnen, ja. bij de topploegen, om het zo te zeggen, ziet je, oké, okay, er zijn jonge guys, maar er is altijd wel iemand, er is altijd wel een, een veteraan, oh, laten we het zo zeggen. Snap je? Frankrijk, de Giroud was altijd van voor op het middenveld, welke keer waren, Rabiot was daar, whatever of zo. Weet je wie we wij nu zijn? België is nu Real Madrid van nu. Ga positie nou ga positie voor positie. Centraal verdedigers, twee goede centraal verdedigers, maar niet... Eh. Rechtsback... Mm. linksback vraagteken Real ook hè? Dat <laughs> Topkeeper <laughs> want het is dezelfde. Dat hè? Middenveld we there. Real middenveld. Dat kapte of <laughs> dat Links Doku Vinicius. Dat wat ik bedoel. <laughs> Lukaku Benzema Rex weet het niet maar dat maakt niet uit. Aan de ketel zit. Nog aan de ketel lare. Ah broer. Trostar links. Ah oh, broer. Diamante generatie. Oh, le leraar. Ah oh, dat is marketing aan Maras. En dan. Eerste eerst, eerst wedstrijd 3v3, alles gaat para worden. Ah, ik ga. Eh, nee, echt wel. Ik ga eerlijk zijn, ik ga echt triestig zijn als we met drie spelen. Ik ga echt, dat gaan we pijn doen in mijn hart. Ik ga, ik ga zo ontgoocheld zijn. Ik doe geen show dan. hè. Een uur voor de wedstrijd komt de opstelling uit. En dan beslissen we wel of ik in een line-up zit of niet. Ah, ik doe geen show, man. al winnen we 8-0? Het kan me echt niet schelen, man. Ik kan daar niet aan. echt waar. Hoor. Ik vrees daar echt voor, hè? Ja, vrees. hij is... Nee, Tedesco nee, is na, echt de, 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 de coach van... Hij de moet vooral de broer die CCBX of... Hij kan wel die aanpassing doen dat Martinez zo opeens heeft willen doen. 3-4-3 op papier, maar wel een 4-3 eigenlijk spelen. Maar ik denk dat zijn principe gaat uit van 3 van achter. En dat is echt mijn probleem. Want voor mij, als jij met 3-4-3 speelt, of 3-5-2, maakt niet uit, dan zeg je eigenlijk, ik wil niet voetballen. Ik wil gewoon counteren of whatever dat ik wil doen. Altijd, platte 2 is altijd counteren. Platte 2 is altijd counter. <laughs> ja? twee, is altijd counter. Ah, ik wil dat echt niet zien, man. <laughs> <dat> echt zien <laughs> maar, man. Dit is letterlijk, nee, je? Ofwel, weet je wat, weet je wat, het enige dat ik accepteer is: we verdedigen met vier lavia linksback, maar het is eigenlijk een inverted als we de bal hebben. Dat is eigenlijk, dat is echt, en dat is echt een concession dat ik dan maak hè, door de Cancelo. <laughs> Dan geef ik hem twee maanden. Uh, maar anders niet. Mag ik het mijn ideeën opzonning geven met deze ik Ging landen. het vragen als, als laatste vraag? Ah, zijn we nog niet bij, het last, bij de laatste vraag? Nee, broer, de show eindigt Ja, ik wou nog niet weer praten over andere landen. Ah, doe maar, doe maar. Over nee. andere landen? Ja, La, Ja, nee, okay, nee, man, Nee, <laughs> wat? Ga dat doen, mijn eigen channel. We, ja, yeah. yes. Die moeten vragen stellen. Wat is echt wel de laatste? <laughs> <laughs> wat is het laatste land dat iets heeft gepresteerd met drie van achter? Ik zou zeggen Italië? Nee. Zo waren ze ook vier. Dat was vier, hè? Ik had erop ook Je presteert als, als je iets gewonnen? Ah, gewonnen ik... niemand? Ah nee, gewonnen niemand. Engeland is verloren. Nee, dat is wel eigenlijk... <laughs> Ik ga erop gekookt. tweede dat is niet gewonnen. Toujours pour être deuxième? Abalo. Duitsland niet. Ar nee, man. Duitsland niet. Arieën nee, niet. Frankrijk niet. Drie van achter. Kijk, hè. 2010, Spanje. Weet hoe je wie ons gevoeld heeft met die drie van achter? Al die Chili. Uh, Chili, Costa Rica, um, Brazil je ook niet. Nee, 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 maar die landen kwamen zo met die 3-4-3. En dan gingen al die Chilenen naar Juventus. En Juventus begon te winnen. Broer, ik ken die hele. En dan dacht iedereen: ah, die 3-4-3 is hard. En dan de Duitsers hebben daar de 3 4 3 van gemaakt. Snap je? <laughs> maar, maar ze hebben daar zo die shit toegevoegd. Dat is de morgen. En dan is de shit in België gekomen met, die, met, met de Martinez de Zub. En dan was het klaar, man. Dus eigenlijk denk ik eigenlijk denk ik dat de reden dat wij niks hebben gewonnen met België, is gestart um, in een complottheorie. Waarbij Europa um, naar Zuid-Amerika is gegaan. Daar verdedigingen met drie heeft gestart met een lange termijn plan van 15 jaar, zodat dat uitkomt op de piek van onze generatie om ons te saboteren. En ik steek het op de Duitsers en de Fransen. Ik heb een land. Japan. Wat hebben ze gedaan? Asian, Asian Cup. Ah, stop daarmee, man. Nee, ja, hey, 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 Wat? Hey, top, man. Hey. Nee, nee, nee. nee. <laughs> we, hebben, we hebben respect voor alle culturen, alle, alle toernooien, alle ploegen, um, alle continenten, maar de Asian Cup heb ik ook gewonnen. Wat? Eh, uh, broer de Asian Cup, alsjeblieft. Hè. Hey, hey, hey. Ik win nog liever de Crocky Cup in België dan de Asian Cup. Hè. Maar, uh, en clubs die met drie hebben gewonnen, Chelsea misschien? Chelsea City, was dat toen met drie? Ik denk dat wel. Ja, nee. met Havert in 4 -9, Dus nee. waarschijnlijk. Nee, nee dat is vier. Dat is ja? vier. Dat is wat toen met drie. Dus vier. niemand wint met drie, maar we willen dat forceren? Nee, nee dat Allee. zijn wel. goed, die wonen met drie. Nee, man. Champions League. Chelsea niet. Chelsea is niemand, hè? Real niets. Liverpool ook niet. U heeft Barca, Barça ook niet. Nie. Inter ook niet. In... Nee, Inter heeft met vier gespeeld. Uh... Als het Chelsea niet is, is niemand, vriend. Dat da da weet ik sowieso. Nee. Dat da is Sporto United nee. niet. Arsenal niet. Vriend, als het Chelsea is is het niemand. Ik heb alleen niet meer geantwoord. <laughs> nee. Dus ploegen winnen niet met drie van achter. Dat is hier bewezen in. Uh, de... Ideale opstelling. Ik denk dat het allemaal ongeveer dezelfde gaat zijn, maar. Goeie Ideale idee. opstelling. Fredor. Courtois. Salahmakers. Uh, de wow. Bast. Wow. Vertongen. Wow. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, nog eentje. Uh, Hoe speel je vanaf? Hoe speel je? Vier. Oké. Okay. Sallemakers? Sallemakers rechts. De Bast? Uh, de de, de Bast ook rechts centraal achter Naast Vertongen gewoon om die Adelaide-connection te mm -hmm. behouden. Um, en dan links, uh, Theat. Oké. Okay. Alex? Dezelfde vier behalve rechtsback zet ik Castagne. Andy? Uh, ik zet kastanje en daarnaast Wout Vaas, en links behoud ik. Uh, Driemans? Nee, maar ik kijk ook naar de kerncentrum. Theater Links Centraal, Vertongen Centraal um, en De bas Basterij We Centraal. Weet je waarom ik zo Salamakers uh, heb gekozen? Want die zei, wauw, als een. ik verwacht dat theater. Hij heeft zo aanvallende impulsen. maar hij heeft nog niet de voetjes om te zeggen, ga naar voren, forceer iets. En Salamakers hmm. en heeft dat wel. Ze dus verwacht van theater dat hij een beetje... Allez, dus eigenlijk ga je ook met drie. Nee vr. niet. Ja, nee, ik niet Voel je aankomen? Nee nee nee. nee. Oh, ik voel je je aankomen? Nee. 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 Ja, ja, in... hij eens op en dan komt die andere nee. zo. Als in, ja, want ja, ik kus weet... me Brian, kus me Links, links heb ik bijvoorbeeld een of of Hij gaat hij gaat buurt. Er is een trotsaros, snap je? En en is het gewoon om met iemand te spelen die steunig is. Daar links staat trotsar. Bon, kunnen we dat ja, de rondveld gaan als je Middenveld. Uh, heb jij je opstelling gezien? Nee. Ja, jij wel. Ja, ja oké. Okay, dan mag je, je eens naar beneden uh, Middenveld. Ik ben echt al een uur weg ofzo. <laughs> nee, middenveld is drie punten Ik heb zo er ergens geprobeerd te ja, scheren bij jou. Ik heb al overgepakt tegenstaan. Middenveld. De rol aan het bon, c'est bon, c'est bon. is let's me parler. Let's put on a mic. Let's me talk. Let me talk. Let me talk. Let's put on a je Let's pas.

alle drie naast elkaar. Hmm, naar... En één keer helemaal vooraan, de twee. Punt naar achter. Oké, okay, dus. La jou zes. Ik ga dat proberen. Hij was al zing. Want jullie zijn Ik heb het gewoon in mijn hoofd. Ah. Ik heb het echt in mijn zelf hoofd. Hij was al zing. Dat is middenveld van de komende 20 jaar ja, ja. niet. Okay. <laughs> maar, wie is de, ja. maar wie is dan de vervanger voor de bruin afvoer? Broer, dat is, dat is een ander. We hebben al genoeg problemen. Broer. <laughs> dat is een proinootische Hé, Pardon man. En ga jij je dan het middenveld? wingback, bij uh, Carrasco. <laughs> uh, rechts wingback bij dan hou ik hetzelfde. Um, de bruine, de bruine, LaVea en, en Onane. Ah, oké. Okay, yeah. Is wat mee. Punt vijf, 3-5-2. Ja, oké. Okay. Oké okay, dan. Oké. Okay. En dan als twee spitsen. Ja, eh, uh... ik weet wie je spitsen zijn. Maar ik zeg niet Lukaku... spitsen zijn. Zeg. Lukaku op Nee. Lukaku ook Ah ja, oké, okay, dat is hard. Ja? Alleen dat is niet hard. Jo, dat is ja, ja okay. je hebt, hebt daar gezicht. Bro. Nee, nee. <laughs> het einde is hard omdat je begin shit is. Maar nee, wat ik doe? Begin is goed, man. Nee, man. Dat ja, is met drie. Dat met drie. Ik ja, maar je nee, maar maar... Ik kan niet zeggen dat je van voetbal houdt. Nee, met broer, spelen, maar. Maar. maar hij houdt van 3, 5, 2. Hij vindt dat de ideale opstelling. Dat zeg je toch? We gaan pressen. <laughs> oh, nee, nee, nee. Broer. nee, nee <laughs> wat? wat pressen, bro. We broer, spelen broer, de... laag blokken. Huh? Wat? Hoe, parkeer oh, maar. bus. Dat is lelijk. Nee, wat? Kijk, jullie zeggen al jaren. Kijk, in het begin heb je hier Ik moet spelen op kwaliteit, kwaliteiten, bro. Kwaliteit is nog steeds gewoon stuur die bal diep op heb Een van de best voetballende. Middenvelden ja. van Europa. Ja, wat ga jij doen? Verdedigen. Nee, nee, nee. Gewoon kijken. Je weet toch? Pogba Lukaku. Nee, man. Lukaku. Nee, man. Ik zeg hetzelfde, man. Dat is zo dat Portugees. Die Mourinho in jou komt boven. Ja, broer, Black Mourinho, we back? Nou, nah, man. 5-3-2 een balverlies en 3-5-2 bal balbezit. In Frans zeg je back. <laughs> Allee, dat is normaal. Oh. Oh. Dat is geen echte boer. Hè? Maar dat oh. maakt niet uit, hè? Hij is <laughs> een groot garçon. Hij zegt birds. Dus <laughs> je bent bird. een ben nee, 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 nee. hè? Hij is niet om dat te doen. Kijk, 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 maar iPad heeft 3%. Als ik die uitga, ik beweeg. Dank <laughs> je. <Shoot that. laughs> Links, Trossard, Centraal, Lukaku, Rechts, Carrasco. Rechts, <laughs> Carrasco. We gaan ja. nooit werken? Jawel, want Carrasco, kijk, het probleem is, ik weet wat hij nodig heeft. Maar niemand levert hem dat aan. Wanneer hij links speelt, hij wil altijd naar binnen. Maar hij een heel heeft die goede débordement, snap je? Als hij rechts debordeert, hij moet voorzetten. Romelu topscorer. Freddy. En Trossard als tweede spits, zoals hij bij Arsenal komt. Dus we hebben twee guys in de box, plus Onana drie. Nou soms je denken, ik ken geen vet hè? Nee, dat is niet daar. ik zie dat in je ogen beginnen, we gaan weer praten over voetbal, Nee, ik zie dat in je ogen man. Ik ken gewoon balie vraag aan Riemer. Oké, okay. uh, links Doku, uh, rechts Trossaar en een Spitsokakko. Oké. Okay. Ja, maar hij is erbij. Ook daar zal ik Doku rechts zetten voor dezelfde reden dan Carrasco. Maak daar een winger van die kan voorzetten en hij gaat je veel meer brengen dan als je hem links zet en hij moet afwerken. Oké. Okay. Uh, Andy, ik heb hetzelfde als Alex. <tus> Tuurlijk. <tus> wat? <tus> Kun je het gewoon testen op FM? Op wat? Op voetbalmanager. Uh, Broer, ik, ik heb gewoon een leven en een job en zo. Broer. Ah nee, maar ik zou het gewoon doen. Ah ja, jij hebt geen leven en een job dus. Dus dat is vooral alsjeblieft. Nee, als je het uit hebt. Dat is mijn ploeg en jouw ploeg. Maar, was y Dat is mijn ploeg. Ja, maar het ding is bij jouw ploeg, jij gaat al die tactieken zitten en bij mij niet. Nee, ik doe het later gewoon zo. Nee, ik gaat dat niet doen ken Ik ken dat Je hebt ja, ik ik e te veel ego en dan dus je je, nou, je gaat ja, verliezen? dan kun je daar niet over aanleggen. Was mijn shirt, was mijn shirt. Oké, dank u. Heb je al iets besteld uit Engeland? Ah, ik weet het. Dat komt nu met de bot en zo. Nee, broer, DHL, tak Waar is je sponsor? Waar is je sponsor? Wat is je wat? Spons en emmer. We zijn de binnen al uit. We zijn de billen al uit. We okay. aan het spoilen. Dus huh? ben je aan het is af. We aan spoilen. Oh nee toch? Ja bro. Maakt niet uit. <laughs> voilà. Tim ga je één clé geven bro. ga nu afvoeren. afsluiten? Francis. <laughs> huh? moet wil je afsluiten? Show? Kan je een paar decibels toevoegen? Ah joh. Ik had eigenlijk in beeld moeten zeggen maar. Waarom praat je altijd zo? In de show? Mag ik? Mag ik? De show afsluit. <laughs> nee, maar dan ga op een moment zijn dat ik gewoon niet meer kom naar de show. <laughs> die ding, Fred, die sluit de show af, maar met energie. Oh, thank you, het energie te veel. Twee we don't care. Gaan like... ga niet liggen? Ik denk dat ik na twee uur geen Slaams meer versta. Ik hoor echt <laughs> niet wijzen. je zegt. Wow. <laughs> <laughs> dat is best Engels afvoer. <laughs> ik hoor Engels. Ik hoor gewoon deze. Maar dat zal aan mij liggen, ja, het is. Tot nog de lo. Wat? Larkoers in de lo. Malai, je hebt 10 seconden. Nee, kijk, dus. Um, hoe noemt deze show? Hij weet niet waar hij ik... zegt. Rode devil dingen? Oké, okay, maakt niet uit. Rode devil dingen? Nee, ehm. Um... <laughs> Rode duivel dingen. Eigenlijk. <laughs> okay. Ja, dat is hard, hè? Dat is hard. Ja, maar rood Rode dingen, zo heet dat. Oké, okay, beste cooligans, dit is de afsluiter. Welkom bij de Rode Du- nee, 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 dit is de einde. Dit ende is de afsluiter, welkom bij. <laughs> dit, dit is het einde. Nah, ik hoef het... dat dan mee. Luister, pause, pause, dit pause. is het einde van de Rode dingen. <laughs> welkom. Ik ben hier met Andy Kisema, uh, Brian Fantom uh, <laughs> en... Wow. Wow. <laughs> Alexander... Nee. Alexander Fantom en <laughs> Brian Suarez so the Waardseem. team. Zoals Alex altijd zegt, blijf liken, subscriben, uh, delen, uh, al die dingen toch. Je weet, en blijf ons uh, love show en zo. Oh. En deze keer, <laughs> tot de volgende keer. School. <laughs> <laughs> Ik heb op mijn tong gebeten en op mijn lippen gebeten. Oh, 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 oh. Brian Phantom. Bed first. First and fast.